Martijn trok de aandacht van verschillende vrouwen die speciaal voor hem naar Thailand reisden. Echter, in het pittoreske Hua Hin was de sfeer in de B&B vol liefde niet zo romantisch als gehoopt. Nu, met de laatste aflevering onthullend hoe Martijns liefdesavontuur eindigde, blijkt dat er geen nieuwe romance is opgebloeid in Say Cheese. De nieuwsgierigheid was hoog gespannen, zouden de vonken overslaan tussen Martijn en een van zijn dames? Bianca, Diana, Silvana, Tamara en zelfs de late toevoeging Simon konden echter niet het vuur in Martijns hart ontsteken. Zelfs de diepe gesprekken met Simon over emoties konden het emotionele muurtje dat Martijn om zich heen had opgebouwd niet doen afbrokkelen. De slotweek van B&B vol liefde bracht nog een verrassing met zich mee. Tijdens zijn verjaardag ontving Martijn een onverwacht cadeau van Tamara, ondanks hun eerdere ruzie. Maar terwijl Simon nog als enige date overbleef in Say Cheese, werd duidelijk dat hun connectie niet diep genoeg ging. Martijn, met moed verzameld, besloot dat de vonk simpelweg ontbrak en liet Simon gaan. Ze aanvaarden de beslissing begripvol en keerden zonder verdere conflicten terug naar Nederland. In de laatste afleveringen zagen kijkers Martijn emotioneel instorten toen hij zijn gevoelens deelde met een goede vriend uit Nederland. Zijn tranen stroomden onbelemmerd en het werd duidelijk dat Martijn besefte dat zijn toewijding aan zijn werk een grote emotionele tol eiste. Hij merkte dat zijn eigen terughoudendheid mogelijk aangaf dat hij nog niet klaar was voor een diepgaande relatie. Wat zijn volgende stappen zijn? Martijn kiest voor rust en ruimte. Hij wil zijn gedachten ordenen en afstand nemen van de constante drukte van het daten. Actief op zoek gaan naar liefde is momenteel niet zijn prioriteit. Met vernieuwde energie zal hij zich weer richten op Say Cheese.